Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. We hebben vandaag pyjama dag. Ze buiten gaan spelen. Pyjama, gewoon, ik ga niet eens moeite doen. Het is vandaag gewoon een thuisdag. Ik heb alles in huis, ik hoef niet weg. Dus mama heeft ook lekker pyjamaatje aan. Jee! Sam die loopt de pyjama, Liam loopt de pyjama. En Jordi loopt de pyjama. En zal ik jullie even een leuk weetje vertellen. Het is namelijk zo dat als mijn kinderen een pyjama aan hebben, dat ze het liefst gewoon in hun boxershort lopen. En dat ze gewoon een shirt aan hebben. Dat is wat ze het allerliefst hebben. Daarom lopen ze meestal in hun boxershort rond. Dus ja, ik ga er verder ook niet iets aan doen of zo, want hun lopen gewoon graag zo rond. Sowieso, als Liam een broek aankrijgt, dan gaat hij hem zelf uitstaan doen. Dus het heeft allemaal geen nut. Dus ik ga er nog niet eens moeite in steken. Op het moment dat we weggaan, weet hij ook dat er een broek aan moet. Dus, en dat hij warm moet houden. Dat is één ding dat zeker is. En Jordi, die heeft in verband met buikkrampen, heeft hij dat gewoon zo graag. Dat werkt tenminste kramp, zeg maar, op. En Sam, ja, Sam die ziet het van een ander en die doet gewoon lekker mee. Dus... Maar vandaag is het dus een vrije dag. We gaan niet veel bijzonders doen. En daar laat ik het ook bij. Wat ik film vandaag, ik weet het allemaal niet hoor. Maar ja, dat. Ik had voor de jongens tosti gemaakt en Liam heeft die op. Maar hij wou toch nog wat te snijden. Dus ik had hem een lavash curry ding voor kaas te dippen. En hij kwam op een gegeven moment van, mama is op, is op. Ik zeg, wil je nog meer dippen dan? Ja. Toen heb ik hem maar van die dingetjes erbij gegeven. Jordi heeft een nieuwe tik. Die gaat tegenwoordig in de keuken zitten. Nou, mag. Voor mij mag het. Ik heb voor mezelf ook heel even een tosti gemaakt. Met ketchup. Oh, wacht. Ik vergeet hem drinken. Dus, ja. Sam ligt al lekker op bed. Of al lekker. Die ligt al vrij laat op bed. Maar hij ligt op bed. En ik ga even eten nu. En dan zorg ik dat dadelijk Liam lekker in zijn pyjama buiten kan gaan spelen. Want ja, vandaag moeten we niks, mogen we alles. En hij gaat maar lekker in zijn pyjama buiten spelen. Dus ja. En als Sam wakker is, mag hij ook in zijn pyjama buiten spelen. Het is vandaag gewoon pyjama dag. Lekker. Ik ben ondertussen podcastje aan het luisteren. Liam die slaapt. Jordi zit lekker zijn eigen ding te doen. Hé? Goed gekend. Dadelijk even zijn luier doen. Sam die ligt te slapen. En ik ben heel even deze la aan het doen. Want er was van alles ingevallen. En ja, zondag komt Jinte. Zij heeft glutenallergie. En ik kan niet garanderen dat mijn bestek glutenvrij is dan. Dus ik heb even alles helemaal schoongemaakt. En voordat je denkt, ja, maar dadelijk brood. Ja, klopt. Ik heb alles op kleedjes gedaan, et cetera. Dus ik zorg dat het allemaal schoon is, enzovoort. Dus, en op dit gedeelte van de tafel heeft niemand brood gegeten, maar daar. Dus ja, totaal over nagedacht. De rest van... Deze zooi gaat allemaal in de vaatwasser. Zodat ik zeker weet dat het schoon is. En dan... ja, dat alles weer terug in de kastjes kan. Ik ga ook nog even de buitenkant van de keuken. Heel even de kastjes enzovoorts allemaal schoonmaken. Want je hebt kinderen, dus dan heb je allemaal vlekken erop zitten. Dus dat ga ik nu even doen. Niels is even met Liam en Sam naar de winkel. Want ik had een paar dingen nodig, zoals melk en broodjes vanmorgen. Dus... Niels is eventjes met ze weg. Maar ik wil jullie heel even iets laten zien. Wat ik met Jordi al even aan het oefenen ben. Ik ben benieuwd of ik het goed op film krijg. Oh, en let niet op mijn BH, want ik heb die niet aan. Yay!
Zagen jullie dat? Zagen jullie dat? Ik had alleen de tablet vast. En hij liep gewoon met de tablet alleen vast te houden. Jap. Dat heb ik geoefend. Oh yes. Ik heb dat ook tegen de fysio gezegd. En de fysio die gaat dat nou overnemen. En ook oppakken. En ik ga dat ook even op school aangeven. Want hij doet het ook met een speeltje van hem. Hier heb ik het met de tablet geoefend. En waarom? Omdat dat gewoon het makkelijkste is, het fijnste is, et cetera. Dus ja. Oh. Kunnen jullie me niet vertellen dat ik iets tussen mijn tanden heb zitten? Maar goed. Ik ben heel trots. Oh. Meer dan. Heb je nou een ruft gelaten? Ja. Jezus. Al meer dan. Ja, laten we zeggen. Bijna 2 jaar geleden. Ja, niet al meer dan. Jawel, want toen was het idee al, maar toen moest ik het nog bestellen. Dat telt niet. Jawel. Dat telt wel degelijk, vriend. Nee, dat was 2 jaar. Nee, dat was wanneer ik het bestelde. Auw! Vuile gat, je moet er niet prikken! Minder dan 2 jaar? Nee, niet minder dan 2 jaar. Dat idee was al langer dan 2 jaar. Ik heb hem alleen minder dan 2 jaar geleden besteld. Maar jij bent geen prikbord, weet je het zeker? Flikker op, want je kan zelf ook geprikt worden, hè? Okay. Dat is geen enkel probleem. Maar, wat ik dus trots wilde vertellen, maar hij is dus weer lekker verpest voor iedereen. Ik heb al jarenlang een deur zonder raam of iets erin. Dan was het de bedoeling, let's los, om dit als prikbord te gaan gebruiken. Voor wanneer kinderen iets gemaakt hadden. Of wanneer onze kinderen iets gemaakt hadden. Nou heb ik natuurlijk tegen Niels gezegd, je zorgt maar dat het een keer af is. En wat heeft hij gedaan? Afgemaakt. Na 2 jaar. En niet bijna 2 jaar. Het is gewoon langer als 2 jaar geleden. Dus wat je nou allemaal zegt zijn smoesjes. Hou even vast. Ja, maar eerder kon ik niet beginnen hè, voordat het af. Ach. Als alles gemiddeld 2 jaar bij jou duurt, dan weet ik niet hoe lang het met de zolder gesteld is. Want dat duurt ook al zo lang. En dan moet je ook bijna klaar dan. Zo. Mijn prikbord is klaar. Dus alles wat de kinderen maken, kan ik hier mooi ophangen. En je ziet gelijk geen rommel meer. Nou moet ik alleen wel nog de zooi opruimen. Maar ik heb eindelijk wat ik wou. En wat wel de grootste grap is. Ik heb nooit, ben ik van gedachten veranderd van wat ik hier wou hebben. Ik wilde dit altijd hier al. En het ademt voor de omvormen van de zonnepanelen. Ja, hier zit ook de omvormen van de zonnepanelen. Maar goed, het is eindelijk af. Dus ik ben er blij. Dat dus. Oké. Dit is niet om mijn eigen te verantwoorden. Dat wil ik even als eerste gezegd te hebben. Want dat, daar heb ik helemaal geen behoefte na. Een tijdje terug heb ik wat besteld bij bijtketting.nl. Bijtketting.nl. Ik heb natuurlijk reacties gekregen op dat Liam andere kindjes gebeten had. Sommige mensen denken dat wij daar niks aan doen. En sommige mensen denken dat wij de schuld bij de beperking leggen die hij heeft. Dat is totaal niet het geval. Want wij zijn bijvoorbeeld wel degelijk op zoek naar een alternatief, een oplossing, et cetera. Alleen kan ik dat niet altijd delen, omdat wij gewoon op zoek zijn daarna. En als je ergens op zoek naar bent, dan kost dat tijd om voor een kind een juiste oplossing te zoeken. Zo hebben wij bijvoorbeeld in september, toen hij naar het volgende klasje ging, toen is hij begonnen met slaan. Iedere keer als hij sloeg, dan werd hij gezegd, nee, je mag niet slaan, je moet aaien. Kreeg je ook voor op zijn donder, et cetera. Dat was gewoon pure frustratie dat hij dat deed. Dat heeft maanden geduurd voordat dat uiteindelijk een beetje overging. Een beetje, dat wat rustiger werd. Ook door middel van geen extra druk op hem te leggen vanuit school. Want als ze dat vanuit school wel deden, hadden we hier thuis ook echt problemen met Liam.
Dus we zijn eigenlijk samen met school enzovoort zijn we op zoek gegaan naar een oplossing hiervoor. Zo ook met dat bijten. Mensen denken dus blijkbaar dat wij hier niks mee doen. Wij doen hier wel degelijk iets mee. En ik ga jullie even meenemen in het feit wat op dit moment voor Liam werkt. En waarom dat voor hem werkt. Ik heb dus een tijdje terug bij bijtketting.nl een set gekocht met een dinosaurus, een ring en een puzzelstuk. Die ring die heeft hij ergens neergepleurd. Ik ken hem gewoon nergens meer vinden, maar hij wil hem ook niet. Die dinosaurus, hetzelfde verhaal. Maar die puzzelstuk, daar wou hij wel wat mee. En ik heb toen op een gegeven moment heb ik tegen school gezegd van, goh, het zit in zijn tas. Wil je het hem geven als hij dat zeg maar doet of als hij heel erg druk wordt en dat soort dingen? Dat hebben ze op dat moment hebben ze daar eigenlijk niet zoveel mee gedaan. Totdat hij dus die kinderen is gaan bijten. Want ik heb toen al gezegd van ja, thuis bijt hij wel eens. En ik wil niet dat dat hier op school gebeurt. En ja, hun dacht op dat moment van ja, we zien het wel. Maar het bleek dus dat hij dat wel degelijk deed. En dat daar wel iets voor gevonden moest worden. Dus toen ben ik daar in gesprek gegaan en heb ik gezegd van ja, ik heb dit puzzelstuk en zijn tutteldoek heb ik aan elkaar gemaakt. Elke keer als hij op een bepaalde frustratie of dat je merkt dat hij overdruk is, gefrustreerd, wat dan ook, is geef hem dat ding in zijn hand, zodat hij daarop het kan uiten, want daarvoor is dat. Dat zijn ze dus ook gaan doen. En hij heeft ook niet meer gebeten. Ik heb hem natuurlijk thuis gelaten de rest van de week. En dat is niet om hem te belonen. Dat was meer... wij zijn thuis gekomen die zondag. En die maandag is hij gelijk naar school gegaan. Hij kon die stap niet zetten, zeg maar. Dus hij had echt zoiets van, ja, nou moet ik weer. En ik wil niet. Dus... ja, we zijn met school eigenlijk overeengekomen van, goh, hè, om hem dan toch dat extra stapje rust te geven, laten we hem thuis. Met de regelmaat, et cetera, wat hij altijd in principe heeft. Want hij heeft gewoon mee Jordi naar school gebracht. Hij heeft gewoon mee Sam naar school gebracht en gehaald en alles. Dus dat hebben we gewoon gedaan. Toen werd hij ook wel wat rustiger. En ja, op school werkt die puzzelstuk werkt gewoon super goed. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb natuurlijk zo'n puzzelstuk nog bijbesteld. Maar niet alleen een puzzelstuk. Ik heb dus de puzzelstuk besteld die hij al had. En ik heb ook andere kleuren erbij besteld. Dus ik heb een grijze erbij besteld. En ik heb een, ja, hoe noem je het, een oceaanblauwe bijbesteld. Hier kan hij namelijk gewoon zijn ding op doen. De consistentie qua bijten en hardheid, et cetera, is gewoon precies hetzelfde. En dat is wat hij waarschijnlijk dus nodig heeft. Die dinosaurus en die ring zijn waarschijnlijk wat zachter, waardoor dat hij niet de voldoening heeft die hij moet of zo. Dat theorie die erachter zit, niet van mij, maar... Hè. En wat ik daarbij heb besteld, is omdat hij... in zijn bed heeft hij nog een tutje liggen met een tutteldoek. Ik heb exact dezelfde tutteldoeken besteld om ze hier dus aan te maken. Dus mocht er iets op school gebeuren en dat ding is kapot of is vies of weet ik veel wat en ik moet hem wassen, kan ik gelijk er eentje weer mee naar school geven. En dan kunnen we hem omwisselen eigenlijk in principe. Dus dat is de bedoeling. Dus ja, we zijn wel degelijk op zoek naar... alternatieven en oplossingen. Maar ik had al eerder in een vorige vlog gezegd van ik laat jullie even weten hoe en wat. Nou, dat is eigenlijk in principe de conclusie die ik heb. De dinosaurus en de rode ring wil die gewoon weg niet. Daar doet hij gewoon niks mee. Die pleurt hij weg. Of ik nou wel of niet een tutteldoek eraan heb zitten, dat maakt hem gewoon helemaal niks uit. Maar die puzzelstukken. Nou is het zo, dit is natuurlijk het puzzelstuk die hij gewend is. Dus ik moet deze opnieuw gaan introduceren. Heeft hij thuis nog gebeten? Nee, hij heeft thuis niet meer gebeten. Zit ik er bovenop? Jazeker, ik zit er bovenop. Maar hij heeft ook niet meer de aanstalten gemaakt om te bijten.
Dus ja, die puzzelstuk ligt dus op school. En ja, ik vond het nodig om het gewoon weer opnieuw bij te bestellen. Want ja, we blijven toch bezig daarmee. En misschien is dit wel hetgeen wat hij nodig heeft om zijn frustratie en zijn rust te laten kalmeren. Dus ja, nogmaals, dit is niet om mijn eigen te verantwoorden. Ik heb al eerder verteld dat ik jullie hierin meenam. Dus ja, bij deze. Dit is wat momenteel voor hem werkt. Die puzzelstuk is ook gewoon echt hard qua consistentie. En daar kan hij ook echt gewoon zijn kracht op zetten qua wijten. En dat is wat hij momenteel gewoon nodig heeft. Nou prima, daar doen we het dan voor. Ik ga ze even aan elkaar vastmaken en zorgen dat de puzzelstukken schoon zijn. Zodat hij ze morgen gelijk kan gebruiken. Ik ga nog even op zoek naar die gele ring. Want die heeft hij straks nog gehad. Maar ik weet even niet waar hij hem neer heeft gelegd. Want hij heeft hem bijt er één keer op en denkt echt bij zijn eigen. Ik kan hier gewoon niks mee. Daag. Dus ja, die dinosaurus kan ik echt niet meer vinden. Maar ik ga die rode heel even zoeken. En dan ga ik ervoor zorgen dat alle drie de puzzelstukken zo'n tutteldoek hebben. Dit is trouwens, volgens mij, dit is de lama tutteldoek. Deze heeft hij al vanaf zijn geboorte. Hij wil ook niet zonder tutje en tutteldoekje. Voor de mensen die denken nu ineens van, oh, hij slaapt nog met tut. Nee, hij slaapt niet met tut, want die tut gaat er meestal halverwege de nacht gewoon uit. Doet hij zelf. Maar voor hem is het rustgevend. Dus ja, vandaar dat hij hem gewoon heeft. En overdag heeft hij nooit een tut in. Dus ja, Sam daarentegen wel. Maar dat is weer voor Sam een rustpuntje. En ja, soms moet je gewoon naar het kind kijken wat het kind nodig heeft. En dat is wat we doen. We zijn nu even verder en ik heb inmiddels de rode gevonden. Ik wil jullie even laten zien wat de hardheid is. Deze is... Ja, ik kan niet... Ik kan het niet... Deze is qua hardheid iets zachter. Deze is steviger. En deze zit gewoon niet lekker in je mond. En bovendien zitten hier ook ruwe dingetjes aan. En dat is waarschijnlijk aantrekkelijker voor Liam. Dus, nou dat. Ja, ik heb ze alle drie. Hij wil ze absoluut niet aan zijn nek hebben hangen. Geen enkele, dan wordt hij helemaal koekoek. Dus prima. Dus ik heb drie tutteldoekjes en drie puzzelstukken. En ik denk dat hij me morgen heel lief vindt. Daarom. Want hij is wel gek hierop. En ja, mocht er iets veranderen in het hele verhaal, dan laat ik jullie dat natuurlijk weten. Dus ja, dat. Meer kan ik jullie eigenlijk nog niet vertellen. Hij heeft niet meer gebeten. Sinds dat we dit op school hebben geïntroduceerd. En sinds dat hij thuis heel veel hiermee doet. Dus dat. Een hele goede morgen. Niels is werken. Ik ben met de Bambings Band alleen. Liam en Sam proberen samen te spelen. Lukt nog niet echt. En Jordi. Die is muziek aan het maken. Ondertussen ook juffrouw aan staan hoor. Maar hij is ook muziek aan het maken. Jongens, kijk dan. Sam, kijk dan. Liam wil samen spelen. Hij snapt dat nog niet. Liam wil samen. Goed zo. Samen spelen. Goed gedaan. Dus ja, hè. Ik heb ook nog mijn maandelijkse shizzle. Dus ik heb me vrolijk. Nee, ik heb gewoon echt even de pak erin. Maar goed, dat kan gebeuren. Ik hoor ook alleen maar de hele dag. Op dit moment. Dus ja. Dan ben je het wel een keer beu.
Nou, het was een drukke middag. Mm-hmm. Wat hebben we allemaal gedaan? Mensen gesproken die Jan Zolder af gaan maken. Ja. Want? Ik ga het uitbesteden. Ja, het is namelijk zo... we hebben het gewoon veel te druk. We krijgen gewoon geen tijd om dingen af te maken. Mm-hmm. En we willen gewoon rust. En het is veel werk. Ja, en om rust te krijgen, zullen we keuzes moeten gaan maken. En vandaar deze keuze. Mm-hmm. Dus wij gaan dat allemaal uitbesteden. Ja, niet allemaal, maar de grote lijnen. Ja, zodat wij het alleen nog maar af hoeven te maken eigenlijk. Mm-hmm. En dat geeft ook een trigger om het af te maken. Ja, dus vandaag. En ja, Niels moet hard aan het werk, want... ja, hè? Alles moet leeg en schoon en dingen. Ja, dus we weten nog niet precies wanneer, maar het gebeurt wel binnen een korte tijd. Ja. Dus... dat hebben we vanmiddag allemaal gedaan. Oh ja, en ik heb boodschappen gedaan. Dat heb ik ook nog gedaan. En dadelijk ga ik eten koken. Moet even nadenken. Het is niet mijn sterkste vak na alle informatie van vandaag. Mm-hmm. Dus ja, dat. Ik denk ook niet dat ik vandaag nog iets ga filmen, want ik heb gewoon heel druk in mijn hoofd. Dus het ene project, zoals de deur, is af. En het volgende project staat in aantocht om afgemaakt te worden. Mm-hmm. Toppie, hè? Ja. Doen we allemaal samen. Oeh, ik zie eruit. Maar goed, ik heb ui gesneden en dan moet ik altijd janken. Want ik heb hier rundergoulash. Die gaat vannacht lekker op low. Voor morgen. En dan kunnen we dat morgen lekker op een broodje eten. Morgen krijgen we bezoek. Mijn ouders komen. Een vriendin van mij met haar dochtertje komt. Dus ja, dan eten we lekker rundergoulash met een broodje. En ja, dat is wat we gaan eten. Dus kindjes krijgen een frietje. En het kindje van de vriendin van mij krijgt glutenvrije bitterballen. Die wou ze proberen en die waren hier te koop. Dus die heb ik meegebracht. En die andere ratjes van ons, die krijgen frikandelletje. Dus... ja, ze horen goed verwend hier. Dus komt goed. Dus ja, dat kan lekker vannacht aanstaan en lekker gaan pruttelen. Niels is heel eventjes weg. Wij hebben altijd problemen met de zon aan de achterkant met de auto. Dus hij laat die ramen voor de zon daar iets mee doen. Die meid die doet daar een opleiding voor. En Niels zei, ja, nou ja, dan doe je het op mijn auto toch? Ja, prima. Dus dat is hij nou doen. Ik heb de kindjes fruit en een croissantje gegeven. Want ja, hè, het is zondag. Dus die zijn nu lekker aan het smikkelen. Die vriendin van mij is al onderweg. En die komt hier over. Na 3 kwartier ongeveer is die hier. En dan moet ik mijn eigen dag nog even omkleden en de kleren voor de kinderen klaarleggen, et cetera. Maar dat is allemaal geen probleem. Want weet je wat het is? Het is zeg maar een soort van eigen. Hoe ik het ook moet noemen. We zijn een beetje zeg maar een soort van familie. Om het even zo te zeggen. Soms voel je je eigen gewoon eigen bij je vrienden. En bij een aantal vrienden heb ik dat. Dus... onder bij haar. En als zij hier komt, dan ja, doe ik mijn ding en zij doet haar ding. En als ik hulp ergens bij nodig heb, dan is ze ook niet te lui om het aan te pakken. Dat zijn vrienden. Maar dat doen we andersom ook. Dat heb ik met een aantal meer mensen. Dus ja, dat. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Maar voor nu ben ik heel eventjes Jordi eten aan het geven. Jordi. En dan moet ik dadelijk heel eventjes, als Jordi klaar is met eten, heel eventjes hier de mat even stofzuigen. Zodat al de ergste gluten gebeuren weg zijn. Want ik laat hem expres hier op de mat eten en niet op de bank. Als ik hem op zijn stoel had laten eten, dan was het niet goed gekomen, denk ik. Want hij heeft een chagrijnige bui, want hij heeft een rode kont door de hoeveelheid poepen die hij moet. Dus daarom geef ik het even zo.
Dus ja, al met al, het komt allemaal goed. Oh, het is trouwens wat Jordi heeft. Croissantje. Aardbeidjes, framboosjes en een meloentje. Dit hebben die andere twee ook, maar die hebben er ook nog druifjes bij. Dus ja. En Jordi heeft 2 croissantjes, want die wil altijd meer brood. Dus prima, doen we. Mijn ouders zijn op bezoek geweest, maar we hebben nog steeds bezoek. Ping! Dit is Inge. Hoi. Ze komt uit Oosten. Uit het Oosten? Ja, de wijzen komen toch uit Oosten? De wijzen komen uit het Oosten. Ja. Oh, er gaat iets verkeerd. Jint heeft iets laten vallen. Maar Niels helpt er al, dus dat is goed. Wat vond je van vandaag? Gezellig toch? Ja, hè? Ja, dankjewel. We zijn in de stad geweest, we hebben ijsje gegeten. Wat zeg je, Niels? Het is helemaal gezellig als we weg zijn. Nou, we hebben de vakantie met ze doorgebracht. Zo erg was het niet. Jullie hebben het overleefd. Ja. Jullie hebben de vakantie overleefd. Dus als het nu niet goed gaat, dan gaat het echt niet goed. Ja, en jullie hebben het ook overleefd. Ja, we hebben het ook overleefd. Ja. Dus dat is een goed teken. En onze Liam heeft iets nieuws geleerd vandaag. Ja. Wat heeft hij geleerd dan? Hij roept, Jinten, wachten. Dat heeft een reden. Zij was op de loopfiets en Liam, Jordi en Sam zaten in de buggy. En Jinten ging iets te ver weg. Dus wij riepen allemaal, Jinten, wachten. Nou, en daar deed hij gezellig mee. Ja. Dus ja. Hij heeft een nieuwe woordjes gedacht vandaag. Ja. Ja. We doen nog een poging tot banaan, maar dat is nog te moeilijk. Ik vind men niet zo lekker, banaan. Ik vind banaan lekker. Nee, voor degenen die mij al langer volgen, weten dat ik geen banaan... Ja. Dus we gaan Liam gewoon banaan leren. Speciaal voor zijn broer. Ik zeg succes. Komt goed. En als het gelukt is... Ja, ik ga maar aan. Ja. En als het gelukt is, gaat zij dat in de vlog laten zien. Ja, komt goed. Dus. Maar wij gaan nog heel eventjes chillen hier. En straks even nog opruimen. En dan is het alweer tijd om naar bed te gaan. Dus in de volgende swipe gaan we het waarschijnlijk afsluiten.